Iedereen, leuk dat je weer kijkt naar All These Games. Vandaag ga ik een Sims 4 challenge doen. En ik ga een Barbie maken in de Sims 4. Deze challenge heb ik gekregen via Twitter. Door een meisje genaamd Megan. Die zei van, ga een keer een Barbie in de Sims maken. En dat vond ik een heel erg leuk idee. Dus vandaag ga ik een Barbie maken. Voor het eerst in de Sims 4. Ik heb nog nooit een Barbie gemaakt. In de Sims 3 heb ik het wel eens gedaan. Heb ik niet gefilmd. Maar ik heb nog nooit in de Sims 4 gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Doe alvast even een duimpje omhoog op deze video als je er zin in hebt. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op het abonneerknopje hier beneden. En dan mis je geen één video. Oké. Hoe gaan we haar noemen? Ja, het is een Barbie. Dus het moet een beetje een... Ja, weet je, eigenlijk maakt de naam niet zoveel uit. Ik dacht, we moeten een beetje een ordinaire naam hebben, maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Laten we gaan voor de... Ja, ik kan nu wel een beetje een ordinaire naam doen, maar ik wil niemand echt beledigen. Oké, ik doe Sharona. Als je Sharona heet, voel je je niet beledigd nu. Ik bedoel het helemaal niet verkeerd, maar dat vind ik een beetje wel bij een Barbie passen, laat ik het al zo zeggen. Nou, de achternaam maakt er niet zoveel uit. Van Bommel, ja, dat vind ik een beetje stom. Sharona Wolters. Ik vind het prima. Oké, waarmee gaan we starten? Een la of een hoge stem? Nee, dit niet. Oh, hij wordt nu juist zwaarder. Oké, nee, mag wel iets mooier. Oh, dat is wel een beetje een Barbie stemmetje. Ja, dat vind ik wel een goede Barbie stem. Oké, ze loopt natuurlijk heel fabulous. Yep, precies zo. En hoe is een Barbie? Ik denk dat een Barbie wel van populariteit houdt. Ze wilt... Heel veel vrienden hebben, denk ik. Of dit. Geweldige feestjes geven en bijwonen. Ik denk dat een Barbie dat wel is. Ze is flirterig, maar dat kunnen we niet kiezen. We kunnen wel niet flirterig doen, maar niet flirterig, toch? Dat is dan gewoon romantisch, maar dat vind ik wel weer iets anders. Laten we dansmachine doen. Romantisch dan wel, want ze gaat wel veel flirten. En ze is zelfverzekerd. Barbie zijn altijd zelfverzekerd over zichzelf. Ik weet niet hoe, maar dat is gewoon zo. Oké. Dan. We gaan eventjes deze kleding uittrekken. Zo. Het lichaam. Een Barbie is heel erg dun. En heeft grote rondingen. Nou, dat heeft dit meisje al een beetje. Ik ga haar nog iets dunner maken. Dit is natuurlijk niet het ideaal beeld van hoe iedereen eruit moet zien. Maar dit is wel een beetje hoe Barbie is. Zo, dit mag wel echt gewoon even zo. Of is dat iets te misschien? Nou, vind ik eigenlijk... Ja, eigenlijk is het wel goed. Dit mag wel even wat meer zo. Nou, en dan dit mag inderdaad heel dun. En dan dit mag ook weer heel dun. Nou ja, heel dun. Een beetje dun. Het moet ook weer niet te worden. Dan vind ik het eng. Ja, ik denk dat we het zo een beetje moeten houden. Misschien dit nog iets breder. Zo, dan heeft ze echt een hoe noem je dat? Een zandloper figuur. Maar echt heel erg. Oké. We gaan even gelijk door naar het gezicht. Wat heeft ze nou in haar kin? Een kuiltje. Oké. Nou, die mag wel weg van mij. Heel mooi meisje is ze trouwens. Heeft een heel mooi gezicht. En dan gaan wij er nu helemaal verpesten. Van ja, verpesten is ook weer een groot woord. Maar helemaal anders maken. Blauwe ogen. Dat hoort bij een Barbie. Tenminste, dat denk ik. Blond haar natuurlijk. Dit blonde haar. Zo blond. Zo blond moet het zijn. En dan zoiets. Ik vind dit eigenlijk wel Barbie haar. Jazeker. Wenkbrauwen. Ik denk dat we voor dunne wenkbrauwen moeten gaan. Ik denk dat dat het beste is. Dat dat het beste erbij past. Dit of zo. Maar dit hoeft niet zo. Ze hoeft niet zo boos te kijken. Misschien nog wel wat dunner. Toch, Barbie best wel dunne wenkbrauwen. Ik denk dit of zo. Maar zullen we die dan een ander kleurtje geven? Ja, zo hè. Anders wordt het een beetje groenig of zo. Dat vind ik ook niet zo mooi. Oké. Qua make-up. Beetje lastig. Barbie heeft verder niet echt heel veel make-up. Wel roze lippenstift uiteraard. En roze... Ja, dit. Een beetje van die roze blush. Dat is precies goed. Roze lippenstift. Echt lichtroze. Ik denk dit. Ja. Oh, perfect. Trouwens, qua lippen... wacht, ik haal het er heel even weer af. Of nee, dat kan al ineens niet meer. Ja, oké, wel. Ik wil de lippen nog iets aanpassen, want een Barbie heeft natuurlijk altijd een beetje een duckface. Dus dat wil ik ook een beetje hier doen. Dus we moeten de lippen allemaal iets een beetje groter maken. Zo, ze heeft even lipfillers genomen. Zo, even kijken hoor. Het moet ook weer niet heel lelijk worden natuurlijk. Oké, nou ik vind nou niet echt een hele mooie mond. Maar ja, we moeten het wel eventjes natuurlijk goed maken. Hier, dit kan nog wat daarvoor. Oh nee, dit niet. Dit. Zo. Nou, nu heeft ze wel een beetje een duckface, toch? Ja, zeker wel. De kin kan een beetje meer puntig of zo. Zo.
Ja, wat maakt de kin eigenlijk uit? Ik weet het niet. We doen dit even wat meer inzakken. Zodat ze een dun gezicht heeft. Want dat heeft ook een Barbie, tenminste. Denk ik. Dit... Oh, dit is de ogen. Nee, daar moest ik niet aan zitten. Dat mag... Oh, dat mag weer terug. Oh god, wat gebeurt er allemaal? Het neusje trouwens. Ze heeft ook een smal neusje natuurlijk, Barbie. Dus we gaan even het neusje wat smaller maken. Ook al is hij al vrij smal. Maak hem gewoon nog smaller. Een heel klein neusje heeft ze nu. Echt inimini. Maar goed, het is een Barbie, dus dan mag dat. Ja, ik vind het in de buurt komen. Alleen misschien de ogen moeten misschien iets minder open of zo. Het mag wel iets dichter. En iets meer bij elkaar misschien. Ik denk zoiets meer. Ik denk dat we nu op de goede weg zitten. De wenkbrauwen mogen iets meer... Ik weet niet zo goed. Eigenlijk zijn de wenkbrauwen ook wel prima. Ja, goed. Ik ga die lippenstift weer toevoegen die ik net had. Die hele roze. Oh, dit is heel rood. Oh, dat staat ook mooi trouwens. Maar we gaan voor de Barbie look vandaag. Even kijken. Die blush moeten we dan nog hebben. Ja, wat zou ik qua oogmake-up doen? Ook roze of zo? Ik denk dat ik gewoon voor iets rozes ga, maar niet te. Het moet ook weer niet de clown worden. Dat gaat ook weer te ver. Ja, wat is een beetje mooi roze? Dit? Oh, dit is wel heel roze. Nou, dit zou het nog wel eens kunnen zijn. En dan... Ah, of dit. Maar dit vind ik weer iets te. Of dit. Oh, dit is ook wel mooi. Oh, ik ga denk ik voor dit. Ja, oké. Okay. En dan doen we er deze eyeliner bij. Ik denk dat dat wel mooi staat. Of dit. Ja, dit is wel een beetje... Dit is wel wat mooier. Oké, het gezicht is... Ja, ik vind die oogschaduw eigenlijk toch wel iets te hoor. Nu ik het van een afstandje bekijk. Toch maar voor dit gaan dan. Ja, dat vind ik wel iets beter dan. Oké, we gaan nu naar de kleding. En dat moet het natuurlijk helemaal afmaken. Het hele plaatje. Is even zien hoor. Want we gaan voor roze. Roze is echt gewoon de Barbie kleur. Betekent niet dat als je roze mooi vindt dat je dan meteen een Barbie bent. Ik vind roze ook een mooie kleur. Maar niet dat felroze, zeg maar. Dat felroze is echt wel een beetje fout. Nou ja, het ligt er natuurlijk aan hoe je het draagt. Maar als je het als een Barbie draagt, dan is het wel een beetje fout. Dit kan, maar dit vind ik iets te paars alweer. Even goed kijken hoor. Nee, dit niet. Dit is te... Nee, dit is het gewoon niet. Ik heb niet echt iets roze. Ja, het moet wel een beetje ordinair zijn. En dan ja, dit of zo. Nee, dit vind ik eigenlijk ook nog wel te normaal, zeg maar. Nee, dit is niet roze. Oké. Dit is lastig. Dit is wel roze. Maar dit vind ik eigenlijk gewoon best wel mooi. Dit vind ik niet per se... Ja, ik weet niet. Ik vind het niet echt Barbie-achtig. Misschien dit. Oh nee, dat ook niet. Dat is ook wel niet roze. Niks is roze, jongens. Wat een probleem hebben we. Oh, dit! Oh, maar dit is wel perfect. Ja, dit hier kan ik wel wat mee. Oké, dan ga ik meteen door naar de broek gewoon. Of de broek. Ja, het kan ook dat ik een rok ga kiezen. Dan moet ik eventjes bekijken. Wat heeft een Barbie aan? Ja, meestal wel een rokje. En je ziet ook altijd wel haar buik. Dus we zijn sowieso wel op de goede weg. Maar wat voor rokje dan, joh? Dit of zo? In het wit? Nou, komt er nog aardig in de buurt? Vinden jullie niet? Of dit? Oh, dit is te netjes of zo. Ja, ik wil nog heel eventjes snel verder kijken. Oh, dit is ook... Oh, dit is zo'n skort. Dat is een rokje en broekje in één, zeg maar. Nee, dit is het niet. Nou, ja, maar van de achterkant weer niet. Van de voorkant op zich wel. Nee, ik ga denk ik voor dat wat ik net had, of we doen zoiets. Maar, Ja, ook, ja, ik weet het niet. Dit hebben we de struggles, jongens. Ik zit te twijfelen. Of dit. Dit rokje is ook mooi. Heb ik een keertje gedownload, maar we hebben geen mooie witte kleur, zie ik. Of dit. Oh, dat is niet echt heel mooi. Nee. Dit is ook wel... Ook heeft ook wel wat. Hier, we hebben zelfs een roze. Maar nee, ik ga denk ik voor dat wat ik als eerst had. En dat was deze. Zo. En dan moeten we natuurlijk eventjes hakken kiezen. Want ja, ik vind dat het wel afmaakt. Een beetje van die lelijke hakken. Weet je, dit of zo. Nou ja, ja, dit vind ik eigenlijk best wel leuk. Ik vind het niet echt mooi. Of dit. Nee. Of dit. Misschien is dit het wel. Nou ja, dat zou het dan best eens kunnen zijn. Even kijken hoor, want... Nou, ik wil eigenlijk deze wel goed erbij passen. Ja, dit is wel een beetje een Barbie hoor. Dat moet ik wel even zeggen. Hier een leuke armband. Wat nog meer?
een leuk horloge of zo in het goud. Ja, joh. Oh ja, Barbies houden natuurlijk van bling, hè? Beetje goud en... Of, nou ja, is dat zo? Weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Dat beeld heb ik er een beetje bij, maar ik weet niet of dat... Of dat echt zo is. Oh, dit vind ik er wel heel goed toch bij passen. Van die ringen in je oor. Ja, gewoon oorbellen natuurlijk. Ja, dit vind ik het wel... Ja, dat maakt het wel heel goed af, hoor. Die oorbellen geven echt een goede toevoeging. Ik weet niet of ik een ketting ga doen. Misschien een choker. Dat zou best kunnen, maar... Ik weet niet of dat echt leuk is of zo. Met zwart? Of is dat weer te... Nou, ik vind het niet echt Barbie-achtig. Nee, laat ik het dan maar niet doen. Hier kunnen we nog iets kiezen of zo. Een beetje... Nou... Ik denk dat we het gewoon zonder ketting moeten doen. Ik denk dat we het gewoon zo moeten houden. Ze is best wel een Barbie. Ja, ze lijkt er best wel op. Alleen misschien toch nog het haar anders. Want ik heb ook nog allemaal van die gekke haardingen. Hier, kijk. Oh. Hier, dit maakt het toch veel meer Barbie, of niet? Ik weet het niet, hoor. Kijk, ik heb ook nog dit. Oh, nou, dat is ook nog best wel Barbie-achtig. Oh, maar dit ook. Oh, dit is het misschien wel, dit haar. Ja, dat ga ik nu waarschijnlijk bij alles denken. Oh nee, dit niet. Nou, oké, toch weer wel. Er is zoveel keus. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Er is zo ontzettend veel keus. Nou, dat is het sowieso niet. Nou, die doet het niet. Dit. Ja, dit kan het ook nog zijn. Help, jongens. Ja, ik kan jullie nu natuurlijk niet om advies vragen. Want het is geen live video. Maar echt, dit is ook... Perfect eigenlijk gewoon. Ja, of dit. Dit vind ik ook perfect. Wacht, ik ga het even van dichtbij bekijken. En dan maak ik een keus tussen die twee. Dit is wel iets blonder dan dat andere. Dit is ook wel heel goed. Maar ik vind denk ik deze wat beter. Ja, ik ga voor die. Ik heb mijn keus gemaakt. Oh, maar dit is echt geen Barbie outfit. Nee, zeker niet. Zeker niet. Even kijken hoor. Oh, er komt een over gekke muziek ineens. Dacht, hè? Dit is wel echt een Barbie outfit. Ja, ik weet niet. Ik zag hem en ik dacht van ja, dat is hem. Hier, en dan doen we er deze schoenen bij. In het, nou ja, in het zwart dan maar. In het zwart? Niet echt leuk. Of misschien deze dan. In het wit. Ik vind het nou niet echt heel mooi, maar oké. Okay. Of gewoon dit. Ja, oké, dat is beter. Je zonder make-up ziet ze er nog best normaal uit. Ik vind wel echt dat ze iets weg heeft van een Barbie. Vinden jullie niet? Alleen misschien moet haar hoofd, zeg maar... nee, niet dit. Haar hoofd in het geheel moet denk ik wat smaller. Hoe kunnen we dat doen dan? Oh, zo. Zo, ik denk dat het meer zo is. Echt een smal hoofdje. Ze heeft nu een heel smal gezicht. Ik denk dat dat beter is. Voor de make-up, dit is voor het uitgaan. Daar ga ik voor... Ja, dan kunnen we wel iets heftigers doen, zoals dit of zo. Maar ik vind dit eigenlijk ook wel gewoon mooi. Ja, ik ga gewoon weer voor dit. Even kijken hoor. En dan gaan we zeker ook weer voor die roze lippen zitten. Ah, nu kunnen we ook voor dit gaan of zo. Of is dat... Nou, dat vind ik nou niet echt erbij passen. Of dit. Oh, dit is wel heel lelijk, hè? Dit dan. Dit kan nog wel. Ja, oké, ik ga voor die. En... Oh ja, de oorbellen natuurlijk weer. Hier heb je niet die ringen. Dat vind ik zo jammer. Die wil ik heel vaak gebruiken, maar dan heb je ze niet bij, bij formeel, zeg maar. Nou, dan ga ik maar voor dit of zo. Oh, nee, dit vind ik niet zo mooi. Dit dan. Ja, prima. Oké. Okay. Kettingje. Kettingje kan wel, hè? Ja, dat kan wel bij dit. Hier. Nou, is het niet enig? Ik vind het best leuk. Ja, wel een beetje Barbie-achtig natuurlijk. Hier. Oh, voor dit heb ik een goed idee. Hebben we dit in het roze? Ja, perfect. Ik dacht, toen ik dat pak zag, dacht ik er meteen aan. Maar ja, dan moet ik in het roze doen. Zo, Nike Air Max eronder. Prima. Helemaal klaar. Nou, de pyjama maakt verder niet heel veel uit. Ik ga wel voor een Barbie pyjama. Nou, dit is niet echt een Barbie pyjama eigenlijk. Dit dan. Ja. Nou, dit vind ik niet echt een Barbie kleur. Oh, ze heeft wel hele grote borsten eigenlijk. Zie ik nu. Een beetje te misschien, hè? Zou ik het iets minder doen? Zo. Anders moet het natuurlijk ook weer niet te worden. Oh, dit is ook best een goede outfit die ze hier aan heeft. Hebben we dit ook in het... Nou, niet echt erop was. Wat is dat voor enge muziek eigenlijk op de achtergrond? Is dit van vampier of zo? Heel eng. Even kijken. Ik wil hier voor zo'n soort outfit gaan, maar wat past dan goed? Oh, kijk, hier hebben we ook iets roze. Maar dit, ik vind dat het niet echt eigenlijk. Misschien dit... nee, ook niet echt. Dit dan.
Ja, dit is het wel een beetje. Maar dan is het ook wel weer erg ordinair. Maar dat maakt niet heel veel uit, toch? Wat is dit dan? Oh, dat is dit. Oh, dat vind ik ook mooi. Ja, ik ga daar denk ik voor. En dan gaan we voor... Weer voor van die hoge hakken, echt. Nee, niet deze. Even kijken, hoor. Deze of zo. Die zijn echt super hoog, die hakken. Kijk nou. Maar dat maakt niet uit. We gaan daar gewoon voor. Ik vind ze hartstikke leuk. Hier, en dan doen we... Ja, deze armbanden. Deze armbanden geven licht of zo. Of wat is dat nou voor iets geks? Het lijkt alsof ze licht geven. Zo, en dan ga ik hier voor een heftige make-up look, hoor. Even kijken. Ik wil iets... ja, wel een beetje in het thema, natuurlijk. Oh, dit is dan weer een beetje te heftig. Beetje dit of zo. Ja, dit vind ik wel leuk. Hier, eyelinertje erop. Blushje op. Roze lippenstiftje. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Nou, het is wel echt... ik vind het wel echt goed gelukt. Hier, doen we weer die ringen in. Die maken het ook zo af, die ringen. Echt gewoon perfect bijna. Goed, en dan nog even een kettingje. Oh nee, die mag wel in het wit. Ja, prima. Oké, zwemkleding. Ja, je weet het al wat voor kleur ik ga kiezen. Pink. Everything pink. Zo. Oh, nee, dat hoort er helemaal niet bij. Zo, dit wel. Nou, ze is af. Sharona Wolters. Een echte Barbie. Ja, ik vind haar goed gelukt. Ik twijfel wel een beetje over de schoenen. Ik ga de schoenen nog omwisselen. Ik denk dat ik gewoon ook deze ga gebruiken. Of dit of zo. Ja, dit maakt het... Ja, dit vind ik toch wel iets beter. Of deze gewoon helemaal. Ja, die maken het toch wel nog meer af. Nee, deze. Of deze. Oh god, jongens. Het stopt nooit. Het houdt nooit op. Ik weet het niet. Oké, ik ga voor... 3, 2, 1. Ik ga voor deze. Oké, maar dit is Sharona Wolters. Ik heb voor het eerst een Barbie The Sims 4 gemaakt. Laat natuurlijk even weten wat jullie ervan vinden. Ik zal haar ook in de galerij zetten, zodat jullie haar kunnen downloaden. En ik vind haar best wel goed gelukt. Ja, ik ben er best wel blij mee. Doe in ieder geval even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye!